FC Groningen ontvangt in de 8e finale van de KNVB-beker eerste divisionist FC Volendam. Bij Volendam is Gijs Luyrink aanvoerder. Luyrink speelde tussen 2004 en 2006 bij FC Groningen en keert dus weer terug in Euroborg. Voor Volendam de tweede keer in de week tijd dat ze naar het noorden afreizen. Afgelopen weekend in de competitie tegen Emmen. Toen verloren met 4-1, nu tegen eredivisionist Groningen. En de eerste kans is er voor Marengo. De ploeg van Hans de Koning dus met de eerste mogelijkheid. Antonia naar Hoessen, hij terug naar een schorsing. En dit balletje gaat voorlangs. Dit is Van Nief, linksachter met een lekker linkerbeen. Schiet daar de Leeuw aan. De eerste helft hadden we nog wel wat lastig, omdat we verwacht hadden dat zij wat hoge druk zouden zetten. Snelle 1-op-1 zouden spelen, deze niet. Ze zakte helemaal in, maakte de ruimtes heel klein. Ja, dan moet het tempo iets hoger zijn en de afstemming iets beter. En hier van dichtbij een volgende kans van Hoessen. Sherry, weer naar Mahi. Krijgt wat ruimte, zoekt de achterlijn. Kijkt dan naar wie die kan pasen of het hoekje zoeken. Waar keeper Zwarthoed ook niet meer op rekent dat die bal in zou kunnen vliegen. Ja, ik kreeg de bal aan de linkerkant en ik stond 1-op-1 tegen de rechtsback. En ik dacht van, schijnwegen naar binnen en hoop dat de back een keuze maakt. En hij maakte die ook en ik ging buitenom. En toen zag ik de keeper een keuze maken en verkeerde keuze. Hij ging 3 meter naar links en ik dacht van, scoren in de korte hoek. Ja. Hij past ook precies, hè? Ja, hij ging ook precies echt langs de eerste paal en hij viel een tweede paal erin. Dus echt een fijn gevoel. Hij ook nu weer de bal voor en de kopkans is er voor Michael de Leeuw. Maar hij over het doel van Zwarthoed. Nou, de marge is natuurlijk nog maar 1. Dus er is dan in de beker van alles nog mogelijk. Hier met Kouwas zet de aanval op. En het volgende schot dat net het doel mist. De Leeuw en Hoessen. De schiettent is geopend, maar hier gaat dan neer. En ja, er is het liefst wel bijna verontschuldigend. Het is een strafschop. En Nick van der Velde achter de bal. En hij maakt de goal. Het broekje nog nauwelijks smerig. Want pas 5 minuten daarvoor in de ploeg gekomen. Je ziet in de tweede helft dat we kansen genoeg creëren. Voor FC Groningen toch niet echt een cupfighter. Slechts 1 keer haalden zij de finale. Dat was in 1989. Maar hier in ieder geval weg de laatste 8. Want hier is de Leeuw met een prachtige goal. Zwarthoed kreeg de bal niet weg. De keeper van Volendam. Groningen bekert verder 3-0 tegen Volendam. We hadden zeker 7-8-0 kunnen winnen vandaag. Maar met 3-0 ben ik ook tevreden. En is het ook een prima teamprestatie. Straks kijken we met doelpuntenmaker Mahi terug op een ander mooi moment van hem. Zijn basisdebuut van afgelopen zondag tegen Vitesse.